Hans Nijnhuis, de hoofdredacteur van de TAT, heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking die hij donderdagavond maakte in die nek tegenover twee oliebollenbakkers die een een hadden gekregen bij de jaarlijkse test van de krant. Nijnhuis was samen met onder andere Jordi Bakker en zijn zus Bianca, de eigenaren van een oliebollenkraam, te gast in de talkshow. Het duo kreeg in 2016 een een bij de oliebollentest. Terwijl hun vader met hetzelfde recept een aantal jaren eerder op de tweede plek eindigde. In de uitzending werd onder meer gesproken over de manier van testen van de tat en over de, soms zeer kwetsende, teksten die door recensenten worden geschreven over de oliebollen. We passen die teksten aan, zei Nijnhuis onder meer. Dat soort teksten komt niet meer in de krant. Die zijn verzonnen door iemand die de recensies schrijft. Ze hoeven niet te kwetsen. Toen Bakker nogmaals zijn punt wilde maken, maakte Neenhuis de opmerking ik zit bijna te denken. Als je bakt zoals je praat. Dan verbaast het me niet zo dat je als laatste bent geëindigd. Vrijdagochtend reageert Nijnhuis via Twitter op die uitspraak. Mensen, dat was een afgang gisteren bij INEC. Ik was niet goed geïnformeerd over onze testen en maakte uit irritatie een foute opmerking. Mijn excuses, ik ga het recht zetten. ging in de uitzending verder in op de cijfers die de krant geeft aan de oliebollenbakkers. De oliebollen worden getest door het Centrum voor Smaakonderzoek. XO, dat aan de talkshow had laten weten nooit een lager cijfer te geven dan een 3 of een 4. Waar komt dan die een vandaan? Al zie ik richting Nijenhuis. Ik moet je bekennen dat dit nieuw voor mij is hoor, reageerde de hoofdredacteur. Ik zit hier ook een beetje van. Hoe zit dit precies? De komende oliebollentest verschijnt op 29 december. Nijenhuis beloofde in de uitzending dat het laatste cijfer dat dan gegeven wordt minimaal drie is. Er wordt niemand meer afgezeken. Eerder ontstond ook al ophef over de haringtest van het AD. Twee haringboeren lieten weten aangifte te doen tegen de krant wegens smaad en laster. Nadat econoom Ben Volart onderzoek had gedaan naar de haringtest, Volart stelde vast dat deze onbetrouwbaar zou zijn, omdat Penelita talzakelijke belangen heeft bij Groothandel Atlantiek. De haringboeren die aangesloten zijn bij de leverancier zouden betere resultaten scoren. Het dan liet begin december weten de haringtest te zullen aanpassen.